Minister Sergio Akinboto heeft afgelopen donderdag officieel de leiding van Garsalco NV overgedragen aan de nieuwe president-directeur Linus Dico. Dit vond plaats tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Nathalie Eckert-Liew is de nieuwe president-commissaris. De overdracht had al officieus plaatsgevonden, maar nu is Linus Dico officieel benoemd in deze functie. De bewindsman gaf verder aan dat ook de nieuwe raad van commissarissen is benoemd. De boodschap die Akinboto aan de president-directeur en de nieuwe raad van commissarissen gaf, is dat zij de ingeslagen wet weg met Grasalco moeten voortzetten. Al dan niet om het bedrijf beter te maken, benadrukt de minister. En dat is ook aan ze gezegd. Ik verwacht dat ze Grasalco verder gaan laten groeien dan wat mijn bijdrage is geweest als directeur. En dat ze in goed overleg en in samenspraak natuurlijk met het ministerie de beleidsdoelen, de richting van deze regering zichtbaar kan zien in de resultaten van Grasalco. U heeft een goede stempel gedrukt en ook een goede stempel achtergelaten. Wat verwacht u van hun? Nou, niets minder. Ik denk minimaal is dat het bedrijf moet gaan groeien. Met hoeveel, dat zal afhangen van de inzet van de leden. Maar de meeste leden van de RVC op 2 na, die zijn bekend met Grasalco. Er zijn 2 nieuwe leden. De huidige president-directeur, die was president-commissaris. Dus hij is bekend met rijlen en zeilen binnen de organisatie. Dus ik verwacht dat het bedrijf verder zullen groeien in productie, in activiteit, maar zeker ook in inkomsten voor het land. Volgens Eckert-Liew heeft Grasalco een hele lange geschiedenis. Het bedrijf heeft in de afgelopen 5 jaar een bijzondere ontwikkeling meegemaakt. U hoort ook de nieuwe president-directeur Dico, die aangeeft dat de minister en zijn personeel kunnen verwachten dat hij het beleid zal voortzetten dat Akinboto in de afgelopen 7 jaar heeft uitgezet. Waarbij het bedrijf zich heeft bewezen om een bedrijf te zijn waar de mineralen en eigenlijk onze rijkdommen duurzaam te ontwikkelen. En ik verwacht dat het bedrijf naar grotere hoogte gebracht zal worden met de installatie van de nieuwe president-directeur en de installatie van de nieuwe raad van commissaris. En uiteraard is het onze taak om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk toezicht wordt gehouden op het reilen en zeilen binnen het bedrijf. En uiteraard is het een uitdaging, maar wij hebben zoals dat vastgesteld, gaan wij voor die uitdaging. En ik stel natuurlijk het op prijs dat het vertrouwen in mij is gesteld om deze functie aan te gaan. Wat wij gaan doen, zeker met de 3 jaren ervaring als president-commissaris hier, wat wij gaan doen is wat was uitgestippeld, precies, netjes op tijd, efficiënt uitvoeren, zodanig dat het bedrijf kan renderen voor de aandeelhouder. Linus Dico, president-directeur van NV Grasalco, en daarvoor Nathalie Eckert-Liew, de president-commissaris van de RVC van NV Grasalco. Zij spraken afgelopen donderdag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders waarin zij benoemd zijn. De vergadering is gehouden op het hoofdkantoor van Grasalco aan de Sir Winston Churchillweg.